Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remes en ja, ik ga toch nog door blijven vloggen. Ik moet me gewoon niet laten doen door die, je weet wel wie. Binnenkort, ik ben er echt heel zwaar nu mee bezig. Echt waar, ik ga ook verhuizen naar ergens anders ertoe. Dat het dan ook de vlogs dan beter gaan worden. Dat je dat dan weet. Dus, I love you. I love you allemaal dat jullie zijn gebleven. Dus dan weten jullie dat. En hier zijn ze ook weer al aan het werken. Amai, een hele truttelbetut. Als ze zijn de thermak aan het vervangen. Nee, ze zijn de putten aan het vervangen. Allee. Dan heb ik weer al net roet. Ja, ik moest gewoon thuis weg zijn. Ik moet mijn verzinnen verzetten. Mensen. Jullie zijn mij alles. Echt waar, kijkers. Jullie zijn mij echt alles. Ik geef dat eerlijk toe. Sorry dat het een autovlog is. Maar ik moet even kunnen een rondje even rijden voor mijn zinnen te verzetten, want deze moment was het opnieuw raak. En dan ga je dat proberen te bemiddelen, maar denk je dat het dan dat ze daar iets gaan aan doen? Nee. Ze doen daar juist niks aan, de Belgische politie. Toppie. Blauw duimpje omhoog voor de politie, hè. Een heel goed werk. Ik zat gewoon, ik zal eens even van begin eens uitleggen waarom dat de politie er is gekomen. Ik zat gewoon te praten met BRNT. Gewoon een voice communication channel. En ja, hij zegt dan ook tegen mij van, je praat niet ook niet luid en al, soms versta ik je ook niet dat je stil praat. En dan belt mijn onderbuurvrouw de politie nog op voor te zeggen dat het lawaaierig is. Oké, de politie is dan afgekomen. Het grappige ervan al is, ik praat ook gewoon op dezelfde toon hoe ik ook aan de microfoon zat. Ja. En hun zeiden van, amai man, is hij daar last van? Ik zeg ja. En dan deze moment opnieuw, ik zeg ja, uw collega's zeggen je dat ik niet te luid was met mijn stem. Ik ga ook niet op in gamen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, en ik praat dan op deze toon. Vinden jullie dit nu echt hard? Nee, toch? Maar sommige mensen die liggen dan wakker, die luisteren dan daarop. Ja, en dan heb je dat aan de hand, dat je mij dan wel hoort. Dan gaat de politie dan terug deze morgen langskomen. Ik wou echt een bemiddelaar, want dit ging echt niet meer. Ik heb de deur geparkeerd, ze mocht niet binnen. Want ik wou echt dat dat eerst werd uitgeklaard. Ik wou praten, maar zij wou weer al niet praten. Echt niet. En ja, wat moet je dan doen? Een bemiddelaar erin lassen. Maar ja, als de bemiddelaar al 2 maanden op zich laat wachten. En deze nacht is dan de politie moeten langskomen om een stom brulletje, want de politie lachte er zelfs mee. Dan heb ik liefst dat het er wordt bemiddeld. Dus. Maar ja, dat werd dus dan niet gedaan. En nu ook weer al niet deze morgen. Ze hebben gewoon naar ons verhaal geluisterd. Ik ben gezegd, ja, wat ik moet doen. Ja, wat ik moet doen is, vanaf 10 uur moet ik
Ja, ik mag niks meer zeggen in mijn appartement. In mijn eigen appartementsblok. Want dan is er last ervan. Echt waar. Bullshit. Dat jullie daar ook maar aan denken. Als jullie later, dus als, voor jonge kijkers, als jullie later alleen moeten gaan wonen, dan kies dan alsjeblieft niet voor een appartement. Of als je een appartement toch zoekt, kies dan ook een waar ook een goede gamer ook in vertoeft. Want ik heb mijn gaming movies ook al gelaten. Ik heb, hoe moet ik het zeggen? Ja, ik hou daar ook rekening mee. Excuseer. Als jullie dit hebben gezien. Ja, ik ben helemaal in de war, mensen. Van kop tot teen. En ja, daar, daarbij is die ene vonken ook online gekomen van hoe moet het nu verder? Ik ben een vechter. Dat zien jullie nu ook. Ik kan het niet laten, dat vloggen. Dat zit in mijn leven nu. Dat is echt een deel, maar ook echt een heel zwaar deel van mijn leven geworden. En ja, ik kan er niks aan doen. What the fuck, die Volvo garage is hier al helemaal tegen de vlakte. Oh. Ja. Ik weet het soms niet meer hoor. Echt niet. En dat is een flitser. Die daar aan de kant stond. Ik heb u wel gezien hoor, en ik had u door. Ja. En ik zeg het u, dus om 1 uur waren ze langs gekomen. Ik zeg van ja, politie, ik ging nu net slapen, dus morgen zien dat ze dan nu geen last meer hebben. Maar dan krijg je zo'n adrenaline stoot, hè. Adrenaline stoot van, ik weet niet, van hier tot in Tokio. En je zit terug gewoon puur, maar ook puur gewoon klaar wakker. Dan heb ik ook de decibelmeter en al ook gedownload. Voor toch erop te letten. Ah wel, mijn decibels gingen niet hoger dan 80. Is dat luid? 80 decibels, ik denk het niet. Ik denk dat dat overeenkomt met een luide gesprek. Maar nee, maar niet met een luide gesprek. Maar met iets van, targeten. Wat kan ik daar aan vergelijken? Misschien is dit nu targeten. Ik weet het niet. Dan weet de auto kan stik mee maar voorbij. Kijk, dat stikt er met de auto weer voorbij. En ja, ik heb dan ook redelijk wat momenten gehad. Ik ga even de raam toe doen. Ik heb ook redelijk wat momenten gehad in mijn gedachten voor een eind te maken aan mijn leven. Ik geef dat ook eerlijk toe, want dat staat ook in de beschrijving van mijn vorige vlog. In de beschrijving, maar onder de video gesteld. Dat ik die gedachten ook had. Over 1,5 kilometer. Neem de afslag rechts, gebruik de rechter rijstrook naar afrit richting N73. Dankjewel. Vervolgens rechts afslaan. Dankjewel. Heel veel informatie in één keer gekregen. Maar ik ga even mijn GPS uitzetten, dan kom ik zo meteen terug naar jullie toe. Tot zo, mijn GPS staat af. Dan kan die daar ook niet meer tussenin lullen. Die kwam er wel snel aan, die BMW'ke.
Ja, die heeft zelfs nog die camion voor mij voorbij gestoken. Die moet ergens bij spoedse aanwezig zijn. Ja, wat gaan we daaraan doen, mensen? Ah, karma. Maar nu zat hem hier nog stil ook nog. Hier is dan niets gebeurd, hè. Oh my god, het is hier echt heel traag rijden. Ik denk dat ik eens even een andere route voor gaan te wandelen ga uitstippelen. Anders gaat dit wel echt lang duren, hè. Voilà, we staan weer al stil. Allee mensen, ik zie jullie allemaal wel straks terug. Ik denk dat ik gewoon zelf een gaming movie ga maken met deze stemgeluid, ik bedoel volume. Ik ga niet hoger. Dan komt dat wel goed. Dan hebben jullie ook nog iets aan deze vlog. Ik ga maar een kwartiertje, half uurtje, dan eens een gaming movie in elkaar steken. Dan komt dat zeker goed. Oh jong. Er is ene echt, vier auto's heeft hij voorbij gezocht, die ene BMW wat ik juist zag. Ja, dat mag hier allemaal, hè, in België. En nu in één keer gaat het wel vlot. What the fuck. Sorry, mocht niet te vroeg hebben afgeklopt. Maar ja, Cliff Alten zou de baan volgen. Ik weet niet hoe ik het hoe ik moet gaan oplossen. Het enige manier is ja, om te verhuizen. Zij snapt nu ook niet dat ik tot 9 uur bij Bea zit. Dat ik dan de laatste thuis ben om al 9:15. Dan nog de pc hebben opgestart 9:30. Ja, en dan willen jullie dan nog gaming movies samen wat gamen. Ja, dat gaat dan niet om een half uur tijd als dan alles is opgezet. Dus 9:45 heb je nog maar een kwartiertje om te gamen. Nee, dus dat gaat dus dan ook niet meer worden, gaming movies, hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben nog altijd een fanatieke gamer. Ik geef dat eerlijk toe, ik wil terug gamen. Maar als het niet gaat omwille van mijn onderbuurvrouw, dan stopt het er ook mee. Dan stopt het. Ik ben nu echt aan het wachten. Dus mensen, ik hoop niet dat het te lang is dat jullie gaan moeten wachten. Dus maar blijf ook proberen ook op jullie tandjes te bijten. Om te zeggen van... Ja, ik geef jouw tijd dus. Dus jij geeft mijn tijd dus. Om te kunnen verhuizen naar een sociale woning. Nooit meer in een appartement. Nooit meer. Ah, dan ook nog dit. Ik weet niet of ik dat in een vlog ook heb gezegd. Als ik... ik heb ook met een bovenbuurman eens even aangesproken. Die had er geen last van. Die had zelfs mij niet gehoord. En het is dezelfde afstand. Ja. Shit happens, hè. Maar bij deze ga ik het nu afronden. Ik zie jullie allemaal straks terug. Misschien wel met een gaming movie. Dan weten jullie dat. Nee, deze neemt geen rustpauze, geen vlogbreak, want ik kan dat niet meer. Want dan beginnen mijn vingers te kriebelen om toch nog voor te doen.
Allee. Want die reed geen 90. En ja, ik heb gekeken als er auto's of zo doorkwamen. Zie, nu pas komt er een camion door. Die rijdt daar echt wel traag, die achter mij nu. Want ik heb nu al een hele spatie. Maar ik wil nog wel met zich luisteren. Goed mensen, ik wil terug wat tot zijn komen. Daarom dat ik wel rond aan het rijden ben. Nu heb ik dit ook van mijn hart al kunnen gooien. En ook openbaar gooien. Dat, ja, het voelt mij veel beter aan. Dus... Als ik eens nood heb aan een babbel, dan babbel ik meestal, dan neem ik dat ook op. En ja, maak ik daar een flosje van. Allee, tot straks. Hallo mensen, welkom nog op een stukje vlog. De laatste fragment. Ik en Bea hebben even me-time gehouden. Bea heeft mij ook terug tot rust kunnen brengen, alles. Hij laat alsjeblieft, wat we ook op de chat hebben gezien, Alice met rust. Dank u. Dus meer vraag ik niet aan mijn fans. Laat haar met rust. Oké, ze maakt mijn leven het zuur. Maar dat heb ik wel opgelost. Daar is het. Het is half. Half tien. En ik ben nu terug naar huis aan het rijden, dan ben ik om 9:45 thuis. Ja, en dan als al mijn pc is opgezet, is dan 10 uur. Ja, en dan wil je dan een wat gaming movie kunnen opnemen. Nee, dat gaat niet, omwille van dat dan te laat is. Dus wat ga ik nog subiet nog doen? Ik ga nog een serie kijken. Misschien iets op YouTube. Ja, ik moet nog één fragment inhalen van Enzo Knol. Dan ben ik terug wat bij. Wat kan ik dan nog doen? Ik weet het niet. Dan slapen we waarschijnlijk. Ja. 1 of 2 afleveringen van Enzo Knol. Toppie. Jawel, en ik moet ook nog zeggen, vandaag is ook een feestdag, hè. Ja, niet wanneer ik het heb opgenomen, maar wel wanneer dat de vlog is online is gekomen. Dus geniet er maar van deze vrijdag. Ik kan niet anders dan zeggen, ja, ik geniet er ook van. Omwille van dat ik toch al vrij had. En dat snap ik soms niet, waarom dat mijn pinker soms uitvalt. Dat haal ik wel als goed, maar de volgende niet. Schoen Kamiaanke, die is gaan leveren bij Kristal Elke. Ja, dus mensen, laat Alice dus met rust. We zijn er momenteel mee bezig. We zijn ook aan het zoeken naar oplossingen. Dat ook zelfs de vlogs dan veel, maar ook veel beter terug gaan worden. Dat ik terug wel eigenlijk wat meer mezelf kan zijn. Zoals ik in de begin vlogs, wanneer dat ik echt begon te vloggen en al. Dat ik ook leuke dingen ga zoeken. Ik weet het niet. Leuke dingen gaat zoeken, dus zo gelijk golven, zwemmen, bowlingen. Want wist je dat je, wil ik ook doen. Wist je dat is...
dat ik vroeger ook heel veel heb gebouwlinkt. En ook heel veel trofeeën heb gewonnen met mijn bowling. En nu vraag ik jullie af, mogen we de trofeeën eens zien? Ja, oké, dat is goed. In de volgende vlog, morgen, dan kan ik ze ook eens allemaal eens ook eens te goed bespreken. Van, ja, die medaille is van die, die medaille is van die, die medaille is van die. Of die trofee is van dat, dat trofee is van dat, dat trofee is van dat. Oeh. En het is een vies werken aan het worden, het is nu aan het sniffelen buiten. Ja, uitwisser. Dus we zijn samen even aan. Dus ik heb weer met de snoepen een week gedaan. En mensen, hoe voel ik mij nu? Ik voel me nu terug wat beter. Tegenover deze morgen met al dat heisa-gedoe. Toen hebben we even allemaal te veel en dan om 2:15 kwam nog een keer Jolien en we hebben dus te veel en daarbij had ik weer al nood aan weer, dat ik weer op mijn hasje kon verluchten. Maar als er nu echt ook altijd iets scheelt, ja, dan bel ik wel naar jou, hè, schatje. Ook als het middernacht is. En het begint harder en harder te regenen. En ik heb weer al R.E.D. Zijn we al echt goed bezig? Ik moet nog wel naar binnen gerokken, hè? Regen denkt er ook nog aan. Hè? Nog niet zo massief te beginnen te regenen of gietende regen. Dan krijg ik echt ook moeilijk buiten. Ja, ik ben in een auto, hè? Voor terug naar binnen te geraken. Dus wat staat er dus aan op de planning voor morgen? Morgen ga ik ook redelijk vroeg ook naar Bea toe. Dat staat ook al op het programma. Dus. En dan gaan we ook nog wel iets heel leuks doen, misschien een wandelingsje placeren, als het weer het toelaat. Als het weer het toelaat. En dan, ja, sorry dat er ook zo wat stille momenten zijn van, ja, ik ben nog altijd een klein beetje dat niet goed van wat er vandaag allemaal is gebeurd. Maakt niet uit. De dag is weer al om. Ik ga nu gewoon rustig nog eens kijken. En dan ga ik slapen. Dat is wat ik heb gezegd. Ik ga een YouTube-film kijken. YouTube-filmpje kijken. Van Enzo. Oh, een afleveringske. En mensen. Ik ga ook nog iets over zelfmoord praten. Ik weet dat het nu de slechte tijden zijn voor daarover te praten. Maar ik zat ook met dat gedachte. Dus en daarom dat ik er ook wil over praten. Dus, jullie hebben het ook misschien wel gemerkt dat ik wel met dat gedachte zit. Maar dat heeft maar één reden. Leave me alone. Laat me dan even met rust. Want... toen ook eens de politie, dus de middag ook aanwezig was, had ik ook tegen de politie gezegd van ja, je kunt een opsporingsbericht beginnen te plaatsen voor mij gaan te zoeken, want ik ga mij echt vakant maken. Ik weet niet waar, maar ik ga het doen. En toen liep ik zo naar de auto toe, die politieagenten, die politievrouw en die politieagent liepen toen ook redelijk snel achter mij aan. En ik viel gewoon even dan neer op de, tegen mijn auto aan, op de grasveld. En daar begon ik echt te wenen van, dat het niet meer kon, dat ja, ik was op, ik was op dat moment volledig op. Ik was echt volledig op. En toen heb ik ook wel weer daar op mijn hasje gelucht en de politievrouw en politieagent snapte mij wel.
Want het is nu ook aan het regenen. Ik moest toch eens kijken als alles zo goed ook nog hangt van mijn kerstverlichtingen. Allee. Mensen, ik zie jullie morgen terug. Goed. Dus ik stop niet met vloggen. En dus geen nood. Ik ga ook mij niet verkamp maken. Dus dat is gewoon voor te zeggen van... Er kan een breakdown aankomen bij de vlogs. Als ik me op met die gedachten zet. Dat ik even... Ja, zen moet worden. Dus bij deze ga ik jullie laten. Tot morgen allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Soms komt er wel eens een speciale video online. En ja. En dan gaat die heel snel terug offline omhoog. Vandaar dat ik er wel spijt van heb dat die ook online staat. Maar ook nog heel veel bedankt om die steunbetuigingen. Onder die ene filmpje waar heel even is online is gekomen. Toch wel 86 keer bekeken geweest op amper 2 uurtjes tijd. Dat ging echt redelijk snel. Hoe moet het nu verder? Filmpje. Dankjewel aan iedereen die mij echt een duw in mijn rug hebben gegeven. Ook op Discord. Dankjewel daarvoor. Dat heeft mij echt heel veel moed terug bijeen gesprokkeld om verder te doen. Dus, de vlogs blijven doorlopen. Er gaat geen break momenteel zijn. Maar als ik er echt mogelijk nog eens echt eens door zet, en het is mij echt ook te veel aan het worden, dan kan het wel eens even... Dus een dagje dat er eens geen vlog komt, dat ik gewoon als echt eens een dag eigenlijk weg ben. Ook geen Discord, niks niet. Dat ik gewoon ergens ga wandelen. Genieten van de natuur. Hopelijk, als het kan zijn dat dat ook in december gebeurt. Dan ga ik gewoon bijvoorbeeld naar de Ardennen toe. Ga ik de sneeuw opzoeken. En dan ga ik daar een wandelroute zoeken tussen de sneeuwroute. En dan tot mij eigen komen. En dan de dag erop terug er tegenaan gaan voor de vloggen. En misschien ook te werken. Dus bij deze ga ik jullie nu laten. Tot morgen allemaal. Want morgen ben ik er terug. Hè. Zelfde kanaal, zelfde zender. Ah nee, zelfde zender, zelfde kanaal is hier hetzelfde. Zelfde uur. Tot dan.